Allemaal welgekomen op het politieke debat van Hubertus Vereniging Vlaanderen. Jacht, dat is altijd een geladen thema. We zijn ook benieuwd wat onze politieke partijen daarvan vinden van jacht. Hoe zij staan ten opzichte van jacht in Vlaanderen. En dan gaan we vandaag aan onze politici vragen. Aan de linkerzijde wil ik u graag voorstellen aan Sven Sanen van Groen. Daarnaast Ludwig van den Hoven van Vooruit, die geflankeerd wordt door Bart Doshi van CD&V. Hier centraal hebben we Ivan Sabbe van Voor U. En naast Ivan een van de jongeren mannen, zeg maar, de sterkhouders van de jongeren van Open VLD, Jonas Schrooien. En daarnaast aan de rechterkant van het spectrum hebben we Marcel Lemmens van Boer-Burgerbeweging, beter gezegd. Daarnaast Theo Franken, moet ik minder voorstellen, van N-VA en Leo Pieters van het Vlaams Belang. Beste politici, alleszins bedankt voor jullie aanwezigheid. Ik stel voor dat we meteen starten met de eerste vraag. We hebben in Vlaanderen toch al heel wat gelezen over collectieve jachtverboden. Sinds 2020 worden jachtverboden eigenlijk stelselmatig door het ANB afgekondigd. Waarbij als een jachtgroep in een bepaald werkingsgebied, in een bepaald wildbeheereenheid, het zondigt om illegaal fazanten uit te zetten, dan wordt een volledig wild of een volledige wildbeheereenheid geschorst en krijgt die een jachtverbod. Nu, laat ons eerlijk zijn, dat is duidelijk op last van minister Demir, waarmee ze toch wel duidelijk de geest van de wet naast zich neerlegt. Nu, het is een disproportionele maatregel en de vraag die wij toch wel aan onze politici willen stellen, is hoe staat uw partij tegenover dit soort van collectieve straffen en is uw partij ook bereid om die maatregel te schrappen uit de regelgeving wanneer uw partij deel uitmaakt van de volgende Vlaamse regering? Uiteraard, meneer Franken, als het goed is, wil ik eerst tot bij jou komen om eens te luisteren wat het standpunt is van de N-VA in deze. Ja, dank u. Goedemiddag allemaal. Mijn excuses dat ik te laat was en sorry voor het wachten. Nu begrijp ik waarom dat je gewacht hebt op mij, omdat het hierover ging. Ik dacht dat die mannen kunnen toch beginnen zonder mij. Wat is belang eigenlijk? Ik kan daarna wel inpikken, maar ik snap het. Persoonlijk denk ik dat als je daarover praat, je zegt ja, dat is Demir, heeft dat ingevoerd. Dat is niet waar. Ik denk dat de regeling al langer bestaat, ten eerste, 2014 denk ik, en dan versterkt in 2019. Als je zegt dat is buitenproportioneel, dan denk ik dat dat niet het oordeel is van de Raad van State. De Raad van State heeft geoordeeld dat dat niet buiten proportie is, maar billijk. Dus juridisch, persoonlijk denk ik dat HVV en de jagers juridisch niet zo'n sterke kaarten hebben. Maar het is natuurlijk wel zo dat het op zijn minst een zeer sterk onrechtvaardigheidsgevoel creëert. Waarom moet ik gestraft worden voor iets waar ik misschien zelfs niks van af weet, niks mee te maken heb, en sowieso ook niet diegene ben die dan bijvoorbeeld de fazanten heeft uitgezet? We hebben daar die affaire gehad van Fernand Huts, hij heeft veel media-aandacht gehad, maar je hebt ook een aantal andere voorbeelden. Ik vind persoonlijk, en we hebben dat ook intern stevig bediscussieerd, ook met Zoal uiteraard, ik vind dat de volgende Vlaamse regering een afspraak moet maken dat dat wordt afgeschaft, die collectieve bestraffing. En dat zoals de N-VA in de volgende legislatuur meer regeert, dan wordt deze maatregel geschrapt. Dat is absoluut hetgene wat nodig is. En dat is ook wat we hebben ingevuld in de vragenlijst. Want we moesten allemaal een vragenlijst invullen. Dat klopt. En dus dat is ons standpunt daarover. Dus de collectieve bestraffing moet weg. Ik ben het niet eens met de juridische argumentatie dat ze onrechtvaardig zou zijn, of niet billijk of buitenproportioneel, want volgens mij is ze dat niet. Maar ik vind wel dat het een zeer sterk onrechtvaardigheidsgevoel creëert bij de jagerij, en dat begrijp ik. En dus is ons standpunt dat die collectieve bestraffing moet afgeschaft worden en ingetrokken worden. Dus dat toch is goed nieuws, denk ik. Dat is inderdaad goed nieuws. Ik weet niet, als we dan kijken naar de linkerzijde. Sven, hoe staan jullie daar tegenover van de Partij Groen? Wel, ik denk dat dat klopt. Een belangrijk principe in onze samenleving is dat je natuurlijk niet kunt gestraft worden voor de fout van iemand anders. Ja. Langs de andere kant is een ander principe ook dat iemand die een fout maakt, dat daar wel natuurlijk een bepaalde sanctie tegenover moet staan.
En dan zit je natuurlijk met het probleem van de controle. Hoe ga je zoiets controleren? En het is als overheid, wanneer je wilt, dat natuurlijk iedereen op dezelfde manier wordt gecontroleerd. En iedereen wordt gecontroleerd, ook wanneer je met de wagen rijdt of op heel veel zaken die je doet. Ja, dan moet er natuurlijk een vorm van controle zijn. En het is net dat wat hier vrij moeilijk is. En dat, denk ik, de overheid vraagt. Ja, beste jagers, help ons toch om... Maar als er controle om dit is... Om dit mee te controleren. Als er en ook controle te is. Overleggen binnen de wildbeheerseenheden... Hè? En men vraagt eigenlijk om dat te kunnen overleggen en om zoveel mogelijk zaken in overleg te doen. Ik denk dat dat trouwens een grote draad zal zijn, deze namiddag hier, dat er heel veel zaken in overleg moeten gebeuren. En ook met andere sectoren, landbouw, natuur en zo verder. En ook jullie vereniging, dus zeer evident. Dus, maar als er bepaalde alternatieven zijn, dan is dat zeker mogelijk. Overleg is inderdaad zeer belangrijk, maar stel nu dat er wel controle is en er wordt een jachtgroep betrapt op het illegaal uitzetten van die fazanten. Wat is het standpunt van Groen in verband met de collectieve maatregel? Moet die ook volgens Groen, net zoals de N-VA, ook geschrapt worden? Die kan geschrapt worden als er bepaalde alternatieven mogelijk zijn. Mm-hmm. Ja, individuele bestraffingen. Het alternatief is individuele bestraffingen. Ja, maar het alternatief is natuurlijk individuele bestraffingen. Natuurlijk, ja. Dus hoe gaan we dat invoeren? Een individuele bestraffing volgens N-VA is op zijn plaats, geen collectieve. Ja. Deel je die mening, Ivan? Ja, maar voor alle duidelijkheid, wij pleiten niet voor dat straffeloos te laten. Als dat is en dat is tegen de wet, kunt discussiëren over het uitzetten strafbaar moet zijn. Dat is nog een heel andere discussie. Mm-hmm. In sommige landen is dat helemaal niet strafbaar. Bij ons wel. Oké, goed, als het nu zo beslist, daar kun je over discussiëren. Maar als het zo blijft dat uitzetten strafbaar is, en er wordt iemand betrapt door een jachtopziener, ja, of door de ANB, of door weet ik veel, inspectie, ja, dan moet die bestraft worden. De vraag is toch collectief of individueel, daar gaat het toch over. Ja, klopt. En dus het alternatief is dan individuele bestraffing natuurlijk. Ja, maar wat is de geloofwaardigheid van N-VA van te zeggen dat ze nu op 14 dagen voor de verkiezingen dat gaan veranderen? Dat is redelijk zin. Ik zat in het parlement in 2009 en toen ik op het openingsbesluit van de jacht een afwijking vroeg, is de mesmaker, een ex-collega van onze vriend Theo, die het dus het half rond verlaten, omdat hij vond dat dat niet gepast was. Waarom is het dan toch gelukt toen? Omdat de CD&V iets wou doen aan de Everzwijn in Limburg, met name Lode Seys, die toen collega was van mij. Dus ik vind toch een beetje gevaarlijk van haar uitspraken te luisteren, 14 dagen voor de verkiezing. Ik heb net nog eens op mijn agenda gecheckt, het is 14 dagen en één dag. Ja, men kunt dan alles natuurlijk beloven, Sinterklaas en de kerstman, en iedereen komt langs en iedereen belooft van alles. Ik heb één ding gezien tussen 2009 en nu, heeft de N-VA gezorgd voor een overdreven regulitis. Zeker op dit domein, maar op alle domeinen. Dus wat is de geloofwaardigheid? Dus als ik even mag, dus voor u, het standpunt van voor u, is dat dan ook net zoals wat Theo net zei, een individuele bestraffing? Ik vind helemaal, we moeten nog veel verder terugspoelen. Mm-hmm. Als je in Engeland de hele cultuur hebt en in Frankrijk rond het uitzetten van wild, dan denk ik dat we naar dat terug moeten. Met wel strikte regels bij het uitzetten van wild, maar niet dus in feite de mensen nu laten geloven dat men aan dit aspect iets gaat veranderen, terwijl men eigenlijk vanuit die partij helemaal niet voor de jacht is. Punt aan de lijn. Zeg je net dat de partij voor u voor het uitzetten is van wild? Ik ben duidelijk voor het uitzetten van wild, met strikte regelgeving, waar men zegt, kijk, tegen die datum dat, tegen de volgende datum dat, waar men een tijdskalender heeft en zich aan houdt, waarbij dat heel die cultuur en heel die traditie kan. Mm-hmm. Ik kom uit de voedingssector, laat ons zeggen, een fazant in het wild, zelfs wanneer hij geschoten wordt en uiteraard neervalt voor uw voeten of waar hij ook neervalt, is een luxe leven ten opzichte wat ik in de voedingsindustrie gezien heb in de intensieve veeteelt. Dus uiteindelijk moet je dan op dat vlak, op ethisch vlak, heb je daar ook een punt die je kunt vergelijken. Okay. Dus, en laat ons dan eerlijk zijn, en niet 14 dagen voor de verkiezingen van alles komen vertellen. Ja. Ik kom uit het dagelijkse privéleven, ben ondernemer. Ik maak de mensen geen blaasjeswijs. En ik vind dat tijd is dat we de dingen in dit land en in Vlaanderen eens zeggen zoals ze zijn. En hier nu het uitzetten van wild, meneer Van den Hoven, vooruit. Ik hoor je net van uw collega van voor u dat hij pro het uitzetten is van wild. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, ik wil hem wel gelijk geven, natuurlijk, mijn collega van voor u, dat het nogal raar is om 14 dagen voor de verkiezingen zoiets te beloven wat jaren anders is geweest. Nu, het uitzetten van wild, er is natuurlijk een verschil tussen uitzetten en uitzetten. Ik heb geen probleem, zoals u het suggereert in uw knik, maar ik heb wel een probleem natuurlijk met het uitzetten
en dan onmiddellijk begint te knallen. Dat is bijna alsof je een goal zet en dan kinderen 2 meter voor die goal natuurlijk ballen geeft. Dat is ook in de voetbal. En ik noem dat ook geen jagen, laat dat duidelijk zijn. En wat dan heel de situatie betreft, van de vraag op zich eigenlijk van die straffen. Allee, ik denk dat dat moet bekeken worden samen met de wildbeheerseenheden. Ik geloof nogal in het principe van die wildbeheerseenheden, die toch wel in heel die jachtwetgeving een belangrijk gegeven zijn. En ik zou eigenlijk de wildbeheerseenheden willen oproepen om te kijken hoe kunnen zij zelf nog een stuk aan zelfregulering doen naar de leden toe, dat de kooiboys er echt uitgaan. En dan denk ik dat het mogelijk moet zijn om daar inderdaad over te discussiëren over dat principe. Maar ik vind dat we wel die verantwoordelijkheid moeten leggen. En als vooruit mag mee regeren in de volgende Vlaamse regering, mag die strafmaat uit? Ik zeg heel duidelijk dat we daar moeten durven over praten, maar dat de wildbeheerseenheden dan ook moeten meer een verantwoordelijkheid erin opnemen. En dan willen we daar zeker over praten. Ja. Mm-hmm. Meneer Doshi, CD&V, wat is jullie standpunt daarover? Wel, ik ben voor eerst blij dat alles hier opgenomen wordt. Hè. Dus ik neem aan dat wij later ook kunnen die gegevens consulteren. Ook, ik ben blij met de opmerking van mijn collega van Vooruit, hè, want dat is niet de partij die traditiegetrouw het meest de jacht voorstaat. Mm-hmm. Maar wat betreft het uitzetten van het wild, volg ik meneer Sabbe, want dat gaat ook in de richting van het verhaal rond het sparen van eieren. Dus uitbroeden en dan het wild terug uitzetten. Dat is ook iets wat toch wel een belangrijke problematiek is, waar men wel mee werken, wat vandaag ook problematisch is. De eierraapregeling hebben we het straks nog. Ik weet het, maar goed, het is ook weer uitzetten. Als je ze geraapt hebt en uitgebroed hebt, moet je ook weer kunnen uitzetten. Dus ik volg dat wel. Nu, wat betreft de collectieve straffen, is heel duidelijk dat dat absurd is natuurlijk. Hè. En je kunt zeggen, van ja, het is van 2014. Ik stel gewoon vast dat met minister Schouwvlieger dit nooit is toegepast. Mm-hmm. Dat sinds 2019 met minister De Meijer dat heel strikt is toegepast. En het gaat inderdaad niet alleen over dit aspect van de regelgeving, het gaat over disproportionaliteit van boetes ook in andere sectoren. Is het disproportioneel volgens CD&V? Ja, dus disproportioneel. Als je een volledige wildbeheerseenheid straft voor de fout van één jachtgroep, dan is dat disproportioneel. Dus ook voor jullie mag het uit de regeling? Absoluut, dat moet aangepast worden. Dan wil ik toch ook nog heel even luisteren naar Open VLD. Jonas? Volledig mee eens eigenlijk. Die individuele strafregeling moet er zijn. Collectief is gewoon schandelijk. Het is niet normaal dat mensen gestraft worden voor de daden van iemand anders. Ik denk dat een vaste gevolg van die maatregel ook gaat zijn dat er bepaalde jagers ze niet meer gaan aansluiten bij WBS, omdat ze het risico gewoon niet willen lopen om een heel jaar hun hobby niet meer te mogen uitoefenen. En ik denk dat we daar ook gewoon een beetje meer in dialoog moeten gaan. Dat is een maatregel die genomen is. Een typisch voorbeeld van de heksenjacht die de voorbije legislatuur naar de jagers toe is geweest. Ik denk dat we echt in dialoog moeten gaan en daar samen oplossingen voor moeten zoeken. Want we hebben allemaal maar één gemeenschappelijk doel en dat is een positief natuurbehoud. Dus ook voor jullie moet de regeling eruit? Absoluut. Meneer Lemmes? Ja, ook voor boer-burgerbelangen is dat juist hetzelfde. Dus wij zijn ook volledig tegen collectieve bestraffing. Mensen die in de fout gaan, individueel, moeten daarvoor gestraft worden. Dat is zeer duidelijk en voor ons moet die regel er zo snel mogelijk uit. Oké. Meneer Pieters, hoe staat het Vlaams Belang daar tegenover? Ja, dit is echt van de pot gerucht natuurlijk, omdat gezegd het alternatief is individueel slachten, zeg ik, veroordelen. Maar dat is voor een ander debat. Maar eigenlijk is dit hetgene wat degene die moet gestraft worden. Het alternatief wordt nu toegepast en daar gaan ze de WBE straffen. Want ik heb die vraag gesteld in de commissie aan minister De Meijer, maar ze klapt gewoon dicht. Hè. Ik bedoel, daar wordt gewoon niet over gepraat. Daar wordt niet over gediscussieerd. Dus ik vraag mij af waar dat meneer Franke, waar dat hij dat van haalt. Misschien binnen de partij. Maar als minister De Meijer terug minister is van Leefmilieu, dan valt er niet over te praten. Die garantie geef ik u wel. Ja, maar ik denk dat iedereen moet praten voor zijn eigen partij. Hè. Ik bedoel, het is zeker zo dat er ook binnen onze partij wel wat verschillende ideeën bestaan over hoe we naar de jachtwereld moeten kijken. Hè. En allee, dat zal u ook niet verbazen dat daar wel wat twee strekkingen bestaan. En dus in die zin... Als het daarbij blijft? Ja, maar dus ik kan maar zeggen wat het standpunt is van de partij. Het standpunt is dat de collectieve bestraffing eruit moet volgende legislatuur. Dus over enkele weken zal dat op tafel komen na de verkiezingen. Zullen wij die regering formeren en zullen we dat op tafel leggen. En ik begrijp eigenlijk, als ik het goed begrijp, eender wie dat er aan tafel zal zitten, zal dat er al uit zijn. Hè? Dus op dat vlak is er al consensus. Dus, dus ik goed denk nieuws, hè, want ik hoor hier
Zelfs dat Groen dat ook wilt. Ik hoor dat SPA er ook van verschiet, 2 weken voor de verkiezingen. Voor u ik ook. Ik heb gezegd, als er alternatieven zijn, dan... Ja, maar wat is dan het alternatief? Wat de individuele bestraffing is toch het alternatief? Ja, maar die VPE bestraffen, dat is maar praat dan, Praat dan door, hè. Wat is jullie standpunt? Ons standpunt is duidelijk, we willen er vanaf. En individuele bestraffing blijft bestaan. Uitzetten zijn we geen voorstander van. Anderen zeggen, dat moet ook allemaal kunnen. Oké, prima, dat is niet ons standpunt. Maar jullie standpunt is, we willen er vanaf als er alternatieven bestaan. Maar wat zijn dan voor u alternatieven? Zeg het dan door. Wat is het alternatief, Sven? De regeling bestaat nog niet zo heel lang. Hè. Dus het bestaat een aantal jaren. Iedere wildbeheereenheid gaat er misschien op een andere manier mee om. Dat kan ook. Er zijn wildbeheereenheden waar er interne afspraken zijn. Dus dat bestaat. Dus iedere wildbeheereenheid doet dat ook niet op dezelfde manier. Dus misschien moet daar tot een overleg gegaan worden. Ja, moet er ervaring gedeeld worden. En dan kan er in consensus een vooruitgang worden geboekt. We horen toch dat er bij de verschillende partijen... Maar ik ga vandaag ook geen zaken beloven. U moet daar ook realistisch zijn. Hè. Maar als je voor het publiek zit, ja, dan probeert je die mensen... Dan is het logisch dat je die mensen altijd gunstig gezind wilt maken. Ik blijf bij mijn principe. Hè? Ja, dus, moet, wil je dat zeggen dat Theo Franken de Goed Nieuws Show brengt, maar eigenlijk dat zijn partij eigenlijk hoegenaamd niet handelt volgens wat meneer Franken hier... Het gaat iets verder dan dat, want uiteindelijk, de Vlaamse regering was toch een co-es. Ze is nog altijd, ze staat er nog. Er is niet veel werkzaamheid meer, iedereen is in een verkiezingsmodus. Mm-hmm. Maar het is toch een Vlaamse regering in coalitie met de CD&V, met de VLD, links en rechts van mij. Zoveel scheelt dat nu niet meer links en rechts bij hen. Maar ik wil maar zeggen dat je dus hier duidelijk toch partijen hebt die nu allemaal de Zwarte Piet doorschrijven. Dat Theo Franken heeft de Zwarte Piet, want zoal staat van boven in de orde van de Zwarte Pieten op dat vlak. Maar zij zaten toch mee in de regering. Mm-hmm. Dus nu zeggen ze allemaal, ja, we zijn er allemaal tegen. Maar wat hebben ze dan die voorbije 5 jaar gedaan? Ik heb toch niemand horen op tafel kloppen. Ik heb niemand horen in wat dan ook een voorstel indienen in het Vlaams parlement om dat te veranderen. Dus men moet consequent zijn. Dus als jullie meer regeren, komt er voorstel op tafel? In de coalitie. Allemaal. Ja, maar, allez, komt nogmaals, er voorstel op tafel? Als ik het goed begrepen heb, dan was meneer Sabbe over CD&V en VLD bezig eigenlijk. Maar bon, je kunt altijd vragen aan mij stellen. Het voorstel is ingediend in 2014. Dat is gemaakt onder een vorige regering, minister CD&V. Het is toegepast een aantal keren sinds 2019. ANB is inderdaad strikt geweest en strikter geworden, met heel veel commotie van dien en terechte commotie in mijn ogen. Het standpunt van de partij is dat de collectieve bestraffing eruit gaat en dat we dat zullen voorstellen bij de vorming van de volgende Vlaamse regering. Als wij aan die tafel zitten, die kans lijkt mij niet klein in mijn ogen. Dus in die zin dus in is dat de denk volgende ik goed nieuws en ik praat daarmee niemand naar de mond, want Groen zegt, ja, maar je moet je publiek proberen behagen. Ik denk niet dat de bedoeling is, ik denk dat je niet naar de mond moet praten, je moet zeggen zoals het is. Is er spanning geweest met de jachtwereld de laatste jaren? Ja, ik ben niet blind, ik ben niet dom. Ik ken wel wat mensen die daar actief in zijn. Ik ken, denk ik, het terrein ook een beetje. Ik ben burgemeester ook van een heel landelijke gemeente met 2 WBE's. Dus allez, ik heb veel contact. Ook de boeren zijn niet allemaal even content. Dus geloof me dat als burgemeester 12 jaar van een landelijke gemeente het niet altijd evident is geweest dat voor klopt. Mij. Maar in een en dus ik kan u zeggen dat ik op dat vlak intern, want ik hou mijn zaken altijd intern. Ik discussieer zaken niet in de pers. Ik ben geen dolkensmijter. Maar dat intern er serieus gepraat is. En een van de dingen waarover gepraat is, is die collectieve bestraffing. En ik maar kan u zeggen dat ons officieel standpunt is dat die collectieve bestraffing eruit gaat. En dus als wij de volgende regering uitmaken, zal er geen collectieve bestraffing meer dus zijn. Dus we horen inderdaad dat er duidelijk in de volgende regeringssamenstelling, ja, eigenlijk de collectieve maatregel, die zal er eigenlijk sowieso worden uitgehaald. Dat is al positief nieuws. Nu, dat komt omdat er natuurlijk fazanten worden uitgezet, fazanten die leven in het wild, fazanten die worden ook gemaaid, doodgemaaid. Er zijn heel veel maaislachtoffers. Er sleuvelen op vandaag duizenden akkervogels, duizenden fazanten door maaienwerkzaamheden, door landbouwwerkzaamheden. Hoe staan jullie eigenlijk tegenover het invoeren van een maaiverbod tussen 15 april en 15 juli? Meneer Sabbe? Salen, excuseer. Dat kan. Dus dat is een positief voorstel. Maar om de zaal niet naar de mond te spreken, ik denk dat, dat er ook andere belanghebbenden zijn, de landbouwsector. Dus daar zal zeker over moeten gesproken worden.
Nu, als ik een algemene opmerking mag geven, uw vragen zijn zeer specifiek. Mm-hmm. Hè? Die gaan, en de mensen hier in de zaal vinden de vragen ongetwijfeld interessant en worden er dagelijks mee geconfronteerd. Maar waar ik, en ik val misschien een beetje in herhaling, maar de vraag die ik mij stel is, ja, op welke manier kunnen wij er toch voor zorgen dat wij in Vlaanderen, in België en in Europa zoveel mogelijk fauna en flora hebben. En ik denk dat dat een onderwerp is dat vandaag heel belangrijk is en dat gaat iets verder. Misschien dan de interesse van uw vereniging. Is een maaienverbod dan een oplossing? Ja, dat kan een oplossing zijn natuurlijk, maar waar mij het om te doen is dat we toch ervoor moeten zorgen dat er zoveel mogelijk fauna en flora zijn in Vlaanderen en in België en in Europa. En ik denk dat onze partij daar ook voor pleit om ervoor te zorgen dat er ook fauna is in de landbouwgebieden. 45% van Vlaanderen is landbouwgebied. Mm-hmm. Ja? En we zien dat de fauna daar alleen maar achteruit is gegaan. En dus wij zijn absoluut voorstander van om in landbouwgebieden de aanwezigheid van fauna te versterken. Voilà. Meneer Rochier? Wel, je moet daar niet flauw over doen, maar als je pleit om een compleet maaiverbod in te voeren tot 15 juli, dan is dat iets wat economisch totaal onhaalbaar is. Mm-hmm. Laten we daar eerlijk over zijn. Dat is in het kader van het beheer van graslanden voor landbouwers, 45%. Van de oppervlakte wordt dus door landbouw gebruikt, blijkbaar. Dan is dat niet haalbaar. 45. Er zijn dus ook wel mogelijkheden. En vandaag zijn er toepassingen met beheersovereenkomsten, waar dat men specifiek voor bepaalde gebieden, en er zijn ook gebieden die onder nulbevesting vallen, dat is een ander verhaal dan de intensief beheerde graslanden, waar zoiets dan... Maar volgens CD&V is een maaiverbod niet haalbaar? Een algemeen maaiverbod tot 15 juli is niet haalbaar. Maar u weet dat er vanuit de administratie landbouwvisserij en ook vanuit de Europese landbouwpolitiek ook ingezet wordt op bijvoorbeeld wildredders, dat men dus die zaken ook extra gaat gaan subsidiëren in het kader van de niet-productieve investeringen. Ja. En men zorgt dus om inderdaad zo goed mogelijk het wild te beschermen. Maar er moet natuurlijk een evenwicht gevonden worden tussen enerzijds het economisch verhaal en anderzijds... Als we dan kijken naar Open VLD, andere kant van het centrum, wat is jullie mening daarover? Absoluut geen maaiverbod. Ik denk dat de landbouwers nu al meer dan genoeg verdrinken in de regels. Dus ik zou er zeker geen nieuwe regels opleggen, maar ik zou hier weer vertrouwen op de kennis van de jager en de landbouwer en hun samen in dialoog laten gaan. Maar absoluut geen maaiverbod opleggen. Mm-hmm. Oké. Okay. Als we dan kijken naar rechts, meneer Pieters, ik heb gezien dat ook nog... Geen kalenderlandbouw. Daar zijn we sowieso tegen. Dat wil zeggen, landbouw is gebaseerd op het weer, alom. Dus zij kunnen niet zeggen wanneer dat er gezaaid wordt, wanneer dat er gemaaid wordt. Dat kan niet. Dus wij zijn daar niet voorstander van. Maar er moet wel een overleg zijn tussen landbouw, jacht, natuur. Ik bedoel, daar moet samenwerking tussen zijn. En als er geweten is dat er op bepaalde graslanden dat er nesten zijn van weidevogels, dan kan men ofwel de landbouwer vragen van... als hij digitaal een GPS heeft op zijn tractor, dat hij misschien op bepaalde plaatsen vermijdt. Dat zou misschien kunnen. Gaat hij erin mee, dan wacht hij misschien totdat de eieren uit is. Gaat hij er niet in mee, dan is er inderdaad een mogelijkheid dat de eieren worden uitgehaald en dat ze uitgebroed worden om dan naderhand uit te zetten. Ja, verschillende meningen. Akkervogels moeten gered worden. Maaien, niet maaien. Maar ik denk dat we toch het eens zijn dat we wel iets moeten doen om die akkervogels toch betere kansen te geven. En dat brengt mij naadloos tot de volgende punt. De eierraapregeling. De eierraapregeling. Daar konden jagers nesten redden van onder andere fazanten. In 2016 heeft de Raad van State die regeling eigenlijk vernietigd, waardoor het niet meer toegestaan is om eieren van fazanten te redden. Nu, de jachtsector zelf heeft onmiddellijk eigenlijk een voorstel gelanceerd met een herbevestiging van die regel, waarbij eigenlijk het mogelijk wel aangewezen is om nesten wel te redden van fazant, van patrijs, van wilde eend, mogelijk met een belofte voor de jagers of met een belofte van de jagers die gebruik willen maken van die regeling om in het volgende jachtseizoen geen fazanthennen te bejagen, geen vrouwelijke wilde eenden te bejagen.
Wil ik toch eerst eens luisteren naar jou, meneer Van den Hoven. Hoe staat vooruit daar tegenover om ja, die eierraapregeling, of de regel daarom, toch terug te herbevestigen? Ja, ik denk dat dat moet kunnen besproken worden, maar vooraf toch ook wel zeggen dat het hier niet alleen over de jagers gaat. Ik heb daar trouwens ook vragen over gesteld, over die landbouwers die inderdaad op die momenten maaien. Ik denk dat een maaiverbod inderdaad niet mogelijk is, laat dat duidelijk zijn. Maar ik denk ook wel dat we de landbouwers moeten sensibiliseren om daar zoveel mogelijk aandacht voor te hebben. En als dat effectief in de praktijk niet werkt, dan denk ik dat het voorstel opnieuw moet durven herbekeken te worden. Maar we kunnen praten om die nesten te redden. Dat denk ik is geen enkel probleem. Dan wil ik toch wel eens luisteren wat Groen daarover te zeggen heeft. Tuurlijk, absoluut. Daar kan over gesproken worden. Ja. Ja, als we dan kijken, de linkerkant gaat er volmondig mee akkoord. Ik denk dat een verbod is altijd zeer moeilijk. Uiteindelijk hebben we al zoveel regels en effectief de landbouw kreunt toch al wel een heel stuk onder overdreven administratie en regels. Dus ik zou zeggen, het is veel meer aangewezen dat de wildbeheerseenheid samen met de landbouwers, waar dus gejaagd wordt en bejaagd wordt, dat daar met alarmmaaiers en andere zaken gekeken wordt. Hoe kunnen we hier goede afspraken rondmaken? Ja. Want uiteindelijk jaagt ze niet voor één jaar bij een landbouwer. Dus de pacht is ook al meestal over een langere periode. Dus kun je daar terdege goede afspraken maken waar je elkaar houdt. Ja. En dat is belangrijk, want in Nederland is dat voor de haast dodelijk dat men ook aan veel hogere snelheden van die partij zijn nog veel groter, enorm veel schade aanricht. Ja. Dus dat is wel belangrijk. Dus voor jou is het belangrijk dat die regeling terug eigenlijk in het leven wordt geroepen? Wel, voor tijrapen is, maar ik ga verder, heb ik al gezegd. Ik vind dat we uitzetten van wild met strikte regel, dat is voor mij de beste oplossing. Dat eierapen hoort daar als onderdeel bij. Maar vooral dat er goede afspraken dan zijn wat de bescherming van het grondwild is tussen de landbouwer in kwestie en de wildbeheerseenheid. Ja. Ja. De heer Pieters? Ik wilde maar even aangeven, omdat in de commissie is er zijn er hoorzittingen geweest, specifiek op vraag van Groen, omdat zij een jachtverbod willen instellen voor die weidevogels. Dus als het nu al niet meer mag dat die eieren dan worden opgehaald en uitgebroed, ja, dan vraag ik mij af waarom dat jachtverbod dan dient. Want met het jachtverbod gaan er nog geen weidevogels zijn. We mogen ze redden, maar tegelijkertijd hoor ik dat u een jachtverbod wilt. Ja, de vraag is natuurlijk, wat gaat u ermee doen? Na de rand, hè. Dus, en het is ook niet de bedoeling dat er misbruik van wordt gemaakt. Dus, maar de zaak kan bekeken worden. Meneer Franken, ik ben ook wel benieuwd wat de N-VA daarover te zeggen heeft. Ja, misschien ten eerste, ik denk dat alles van kalenderlandbouw is, denk ik, moeilijk. Allee, ik vind dat persoonlijk moeilijk verdedigbaar. Kijk maar naar dit jaar. We hadden maandag hebben wij overleg met de boeren in Vlaams-Brabant, samen met Ben Weits. We hebben zo'n driemaandelijks overleg, omdat er zoveel stennis is natuurlijk, over stikstof en andere dossiers. Maar ze hebben vandaag afgebeld, omdat ze maandag allemaal moeten zien dat die patatten eindelijk in de grond geraken. En dat zal na dit weekend ook weer niet gemakkelijk zijn. Dus ik wil maar zeggen... Maar los van de patatten, hoe staat de N-VA ten opzichte van de eierraapregeling? Heel die kalenderlandbouw is moeilijk, denk ik. Dus daar... de eierraapregeling, zoals voorgesteld door Sint-Hubertus, is voor ons een goede basis om daarop verder te werken. Er is nu is dat vernietigd door de Raad van State, maar ik denk wel dat er een oplossing moet uitgedacht worden. Jullie hebben een voorstel gedaan. Voor ons is dat een goede basis om daarmee mee aan de slag te gaan. En dan in verband met de eierraapregeling is het ook wel zo dat de afspraken tussen boeren en jagers, oké, dat kan. Er zijn ook twee projecten, heb ik me laten vertellen, die nu lopen met warmtedrones, waarbij op grote velden wordt gekeken naar waar ligt dat reekkalf of dat nest, of waar is er rond fazantennesten enzovoort en eieren. Ik weet niet of dat goede resultaten oplevert. Dat loopt, dat is pas eind juni gedaan, hebben ze mij gezegd. Heel goede resultaten. Kijk, we horen... Het redden van reekertsen. Dus bijvoorbeeld kan nieuwe technologieën, innovatie ons misschien helpen om de zaken preventief ervoor te zorgen dat er minder nesten vernietigd worden door de intensieve landbouw. Dus eierraapregeling voor de N-VA, daar kunnen we zeker en vast mee werken. Ja, absoluut. Meneer Lemmens. Ja, we vinden dat onze boeren eigenlijk hun ruwvoer moeten kunnen binnenhalen op het ideale moment en met de ideale omstandigheden. Dus wij zijn tegen dat maaiverbod. Maar we zijn wel voor het redden of voor het zorgen dat er zo weinig mogelijk wild wordt geslachtofferd door het maaien. Dus wij denken ook aan een aantal technieken die moeten in leven geroepen worden om ervoor te zorgen dat er zo weinig mogelijk slachtoffers zitten. Dat is al gezegd, drones, maar misschien ook nog andere technieken. Misschien ook de samenwerking. Allee, sowieso zeker de samenwerking met de plaatselijke WBE's. Ik hoor van sommige collega's die zeggen, ja, we gaan er eens met een hond door en dan pas komt de boer maaien, dat is een optie. Maar wat wij ook zeggen,
Als je voor nieuwe technieken gaat, dan vinden wij ook dat onze boeren daar moeten of kunnen voor gesubsidieerd worden. Ja. We zijn in principe tegen subsidies, maar als het toch gebeurt, dan vinden wij dat onze boeren daar ook wel hun lasten eigenlijk een beetje mogen omlaag gehaald worden. En wat de eierraapregeling betreft, daar zijn we natuurlijk voor. Mm-hmm. Want wij vinden, ja, als onze groene jongens dan mogen met kievieten en wulpen, mm-hmm. ja, dan zie ik niet in waarom dat wij als jachtsector het niet zouden mogen. Ja, oké. Okay. We gaan dan straks gaan we nog een aantal vragen stellen uit het publiek. Ik kan misschien ook eens luisteren. Ja, we hebben maaislachtoffers besproken. We hebben het over de eierraapregeling. We willen eigenlijk de akkervogels alle kansen geven. Nu, naast deze oplossingen heb je natuurlijk ook nog de predatoren. Hè, predatoren die toch wel een heel belangrijke invloed uitoefenen op onder andere onze akkervogels. Natuurorganisaties die investeren de voorbije decennia miljoenen euro's in natuurgebieden, weide- en akkervogelbeheer. Maar tevergeefs, heel veel van die soorten blijven het eigenlijk niet goed doen. Buitenlands onderzoek heeft ook aangewezen dat predatorcontrole eigenlijk een positieve invloed heeft op die prooisoorten. Als we dan kijken ook naar de vos bijvoorbeeld. De vos is een predator die toch wel, zeker ook in onze contrein, voor heel wat schade brengt aan die akkervogels. In Nederland is er onder andere de bouwjacht die toegestaan is. De nachtjacht is ook toegestaan in bepaalde provincies. Ik wil ook wel eens weten hoe jullie partijen, jullie politieke partijen, eigenlijk daarnaar kijken. Ik ga ook beginnen met Groen. Wat is eigenlijk de visie van Groen over de bouwjacht op vos en de nachtjacht op vos? Dank u om altijd met mij te beginnen. U hebt zoveel verteld en op het einde stelt u één vraag, maar laat mij toch toe om ook op alles wat u vertelt, om daar even op te repliceren. Dus u stelt ja, natuurverenigingen investeren heel fel in hun natuurgebieden en in de aanwezigheid van natuur, maar eigenlijk lukt het niet, zegt u dan. Hè? Mm-hmm. Je kunt daar natuurlijk verschillende conclusies uit trekken. De natuurverenigingen zullen misschien zeggen, ja, we krijgen te weinig geld, of we hebben onvoldoende terreinen. Hè? Dus maar... Ja? Dus mijn vraag is eigenlijk, waarop is dat gebaseerd, wat u daar stelt? Dus, dat is misschien voer voor een ander debat. Ik heb al gezegd van, kijk, 45% van de ruimte in Vlaanderen is landbouwgebied. Ja? En het is daarover dat het, ik denk dat dat het grootste aandeel van de grond is waarop jagers ook zich bevinden. Mm-hmm. Hè? Wij zijn er zeker... Ja, natuurgebieden mogen ze niet komen. Ze mogen niet komen in natuurgebieden. Nee, jullie kan jagen in een natuurgebied? Maar er is ook niet, veel minder natuurgebied dan er landbouwgebied is. Maar daar zitten wel de predatoren. Maar wij pleiten voor een uitbreiding van open ruimte, natuurgebied, landbouwgebied. Dus u gaat jagers toelaten, u laat toeristen toelaten, u gaat wandelaars toelaten in natuurgebieden? Dat zal onmogelijk kunnen in alle natuurgebieden. Dat zal onmogelijk kunnen. Maar wij willen wel dat... En de everzwijnjacht ook in natuurgebieden? Nee. Nee. Maar de discussie gaat over wat... Als er everzwijnen zijn, en dat is natuurlijk een andere discussie dan... Het is een moeilijk punt, blijkbaar, meneer Franke. Ja, het gaat niet zo goed met de jacht in Vlaanderen. Dat heeft een heel aantal redenen. Het natuurbeheer is een natuur en milieu. Het is een moeilijke zaak. Ik denk dat er twee grote redenen zijn. Los van de regels, ik denk dat altijd heel veel geëngageerde WBS en jagers zijn, en gemotiveerde, ondanks alles. Ik denk dat landbouw is sowieso moeilijk. Maar wat het op predatorcontrole? En ten tweede de toenemende predatordruk. Hè. Dus ik denk dat je naar predatorcontrole moet durven gaan en dat je dus een aantal dingen die tot voor kort onbespreekbaar waren, dat je die zult moeten bekijken. En dan gaat het over de jacht op de vos, om die meer te openen, zoals in Nederland. De nachtelijke jacht op vos? Bijvoorbeeld. De bouwjacht? Dan gaat het over de steenmarter. En dan zul je dus toch naar die predatoren, zal je toch moeten een assertiever beleid voeren. Mm-hmm. Anders dan heb je binnen dit en 10, 20 jaar eigenlijk bijna geen jacht meer in Vlaanderen, volgens mij. Ja. En dus je hebt geen andere optie. En
En dus in die zin denk ik dat de volgende regering ook op vlak, als we beslissen om de jacht als ecosysteem te zien, want dat is ook nog een vraag die straks komt, en voor ons is dat een ja, als je daartoe beslist, dan zult je de predatordruk moeten onder controle krijgen door een aantal dingen mogelijk te maken. Meneer Sabbe, ja, meneer Franken zegt dat predatordruk. Ik wil meneer Franken dat graag zeggen, want het is zo, in vele gebieden waar niet meer gejaagd wordt, ziet je voornamelijk drie soorten. Je ziet daar de kraai, je ziet de kou en je ziet de ekster. Ja? Dat is in feite de rode draad voor de gebieden waar geen jagers zijn. Maar jagers zijn dus juist zorgen voor het wild en zorgen dat er ook een evenwichtig wildbestand is waar ze jagen. Want anders is natuurlijk ook een jacht niet mogelijk. En dus uiteindelijk, ik luister, want Natuurpunt is toch een beetje de, zou ik zeggen, de beschermde organisatie van zowel de mier. En die koopt dus overal gebieden waar dan niet meer kan gejaagd worden, die omgetoverd worden naar natuurgebieden. Mm-hmm. Met dan nog eens ANB die daar als zeer extreme politieagenten overwaken dat daar niks gebeurt. Als handpop van die mier. Wat zegt u? Als handpop van ja, die mier. Ja, dat is heel juist. Daar zitten we volledig op dezelfde lijn. En dus is het van essentieel belang dat er iets gedaan wordt aan de predatoren. Maar ik hoor meneer Vanke dat graag zeggen, maar toen ik dus het openingsbesluit heb willen aanpassen om een half uur voor zonsopgang, een half uur na zonsondergang de vos te kunnen bejagen, was het kot te klein en was de mesmaker al weg en de rest volgde dan. Dus uiteindelijk is de vraag van, gaan we dit dan ook effectief omzetten? Mm-hmm. Misschien is dat een persoonlijke mening die ik altijd respecteer, maar in politiek zal het natuurlijk de groep moeten zijn die zegt van, we doen dit. Ja? En het is van essentieel belang dat we naar het voorbeeld van Nederland, want Nederlanders gaan nog veel verder, dan mogen de katten zelfs niet meer buiten, omdat men vaststelde dat ze miljoenen klein wild dus per jaar verorberen. Dus uiteindelijk is Nederland daar voor ons een goed voorbeeld. En daar mogen we consequent mee en verder gaan. Willen we hier niet alleen maar zwart en zwart-wit in de lucht zien en op de akkers zien. Mm-hmm. En willen we een evenwichtig natuurpopulatie zien op onze landerijen. Dus we horen, predatorcontrole is wel belangrijk. Ik wil wel eens luisteren wat de Open VLD daarover te vertellen heeft. We zijn absoluut voorstander van de uitbreiding van de jachtmogelijkheden op vos, verwilderde kat, steenmarter. We willen die verantwoordelijkheid eigenlijk volledig bij de jager leggen, omdat de jager zijn jachtrivier ook het beste kent, heeft kennis van het terrein. Dus ik denk dat we de jager daar ook volledig in moeten vertrouwen. Die mensen hebben kennis van zaken. Dus ik ben er absoluut voorstander van. De jacht. En we zien ook in Nederland, waar het dan ook gebeurt met die nachtjacht en die bouwjacht op vos, dat dat toch wel een positieve invloed heeft op die weidevogels, op de grondbroeders. Dus ik denk dat dat... Meer verantwoordelijkheid bij de jager om toch oprecht aan wildbeheer te doen, predatorcontrole. De heer Van den Hoven, deel je die mening? Ja, ik vind dat we nu toch wel hier ongelooflijke sprongen maken. Ja? Ik ben eigenlijk wilde katten, in alle eerlijkheid. Ik wil eigenlijk beginnen met uw vraagstelling. Mm-hmm. Ik hoor altijd, en ik wil dat geloven, dat zowel jagers als landbouwers ongelooflijk natuurliefhebbers zijn. Wie ben ik om dat in twijfel te trekken? Maar mag ik dan toch uw vraag al corrigeren? Tuurlijk. Dat het totale gebrek aan de vogelsoorten die u opsomt, dat vooral de landbouw de grote veroorzaker daarvan is. Hè? Mm-hmm. Dus niet de jagers, voor alle duidelijkheid. Maar los van, is predatorcontrole voor vooruit? Nee, zeker niet op korte termijn. Ik denk dat je dat moet bekijken in de evolutie. Collega Theo Franken heeft gezegd, binnen 20 jaar bestaat er dan misschien geen jacht meer in Vlaanderen, maar 20 jaar is lang. Mm-hmm. Dat is een lange termijnvisie. Ik denk dat we dat inderdaad moeten durven bekijken in functie van de evolutie, maar nu op korte termijn zeker en vast, neer. En twee, wat die verantwoordelijkheid leggen bij de jagers betreft, ik ben het daar nu mee eens, hè. Mm-hmm. Maar dan gaat jullie ook in uw wildbeheerseenheid zelf de kooibuis eruit halen. Mm-hmm. Wat ik gezegd heb in de eerste vraag die je gesteld hebt. Als je alle kooibuis eruit haalt, dan gaat je een stuk minder jagers hebben, voor alle duidelijkheid. En dan is er geen probleem om er meer verantwoordelijkheid aan te geven. Maar dan gaat je eerst zelf moeten reguleren. Mm-hmm. Voor degenen die het artikel in Knak gelezen hebben, maar dat zal wel weer niet waar zijn, zeg ik, het grootste gedeelte van de zaal. Het artikel in Knak deze week was heel duidelijk, waar ettelijke voorbeelden gegeven worden van heel Vlaanderen, van verschillende situaties waar jagers misbruik maken. En ik moet eerlijk zeggen, trouwens een aantal mensen hier weten dat, ik ga ook regelmatig eens mee trakken en vooral pinten drinken na de jacht. Mm-hmm. Je kunt er eigenlijk zelfs in elke wildbeheerseenheid de serieuze uithalen en de kooibuis uithalen. Wel, haal ze eruit. Er zijn heel veel cowboys, meneer Lemmens. Ja, ik wil het niet over de cowboys hebben, maar ik ga een beetje praten uit mijn eigen ervaring. Meer dan 30 jaar doe ik aan natuur- en jachtbeheer. En volgens mij en ook volgens onze partij kun je het een niet loskoppelen van het andere. Je hebt je beheer, natuurbeheer, maar je hebt ook je predatiebeheer. Mm-hmm. En wij met boer-burgerbelangen willen eigenlijk nog veel verder gaan dan die opening, of die verlengde opening, of die nachtjacht van de vos. We zeggen nee, laat ons eens een onafhankelijk wetenschappelijk team samenstellen die echt een studie maakt van de impact van predatie op onze flora. En dan pas, aan de hand van die studie,
daar maatregelen op nemen. Mm-hmm. Al dan niet beperkt of drastisch. Want drastisch kan bijvoorbeeld als we het over everzwijnen hebben. Mm-hmm. Maar ik wil mij ook eens de vraag stellen. Er zijn heel wat andere predatoren in onze natuur dan alleen maar die vos, die steenmaarten. Ik denk bijvoorbeeld, dat ik heb gisteren nog gepraat met een landbouwer, die zegt, als ik mijn ploeg in de grond zet, dan zitten daar een hoop meeuwen, reigers, die daar zitten te kijken. En die dieren moeten we niet onderschatten. Dus eigenlijk, hoor. Ja, je zegt dat ook, ja, predatorcontrole is ergens wel belangrijk. Het is ook belangrijk dat je weet, of dat je een studie laat uitvoeren, van hoe zit het eigenlijk. Dat we echt weten welke predatoren op welke dieren ingrijpen. Ja. Nu, en meneer Franken, dan wil ik even de vraag aan jou stellen. Een studie om de predatoren in kaart te brengen. Ik denk dat uw minister, mevrouw Demir, toch wel zo'n studie heeft tegengehouden. Waarom juist? Dat weet ik niet. Geen idee. Ja. En wat vind je er zelf van? Ja, mij lijkt er toch niks mis mee als er een studie gebeurt wel. Mm-hmm. Dus ook voor de NVA is het belangrijk om een studie te bestendigen? Maar wat Marcel voorstelt is dat je, als ik het goed begrepen heb, is dat je in kaart brengt via een wetenschappelijk onderzoek van wat eigenlijk juist toe te dienen is of toe te brengen is aan predatie als het gaat over het verminderend bestand van uw weidevogels en uw grondbroeders. Dus ik dat lijkt me een zeer rationeel standpunt van Marcel, dus waarom zouden we daar dan tegen zijn? Dan wil ik even toch naar de linkerzijde teruggaan. Aan de rechterzijde horen we dat het wel belangrijk is om te weten welke impact predatoren hebben op onze fauna, onze akkervogels. Natuurpunt heeft bijvoorbeeld in het Turnhouts vennengebied het volledig omrasterd om de vos buiten te houden. Dat wil toch wel zeggen dat ze daar toch wel bepaalde problemen zijn. Hoe staan jullie tegenover een studie om die predator? Ik heb de helft van mijn leven tot nu toe al gestudeerd, dus ik kan daar ook niet tegen zijn. Ik vind het wel zeer gevaarlijk van weer studies aan te vragen. We hebben al zoveel studies, dat kost eerst en vooral zeer veel belastingsgeld, zo'n studie. 1. 2. Het kost ook tijd. 3. Vele studies in Vlaanderen leiden tot niets, integendeel, enkel tot meer regelgeving. Dus uiteindelijk 3 maal voor u, nee. Wat heel duidelijk is, we zijn met 27 Europese lidstaten. We hoeven gewoon te kijken naar gebieden die dezelfde morfologie hebben, die dezelfde constitutie hebben als de onze, om te zeggen, wat doet men daar beter. En dan spaart je de kosten van de studie en vergelijkt met uw omringende landen wat ze beter doen dan wij en neemt je dat over. Ik denk niet dat we weer eens moeten wachten op een dure studie waar veel politici en ambtenaren anderen mee bezig zijn. Laten we eens gewoon kijken, heel pragmatisch, wat doet men in andere landen? Dat nemen we over en dat passen we toe. 2, misschien ook een klein beetje de klok terugdraaien en kijken wat deden we 10 jaar geleden, wat deden we 15 jaar geleden, wat waren daar de goede punten die door de overdreven regelgeving zijn verloren gegaan en laten we die terugnemen. Ja. Zodat we daar al onmiddellijk op het korte termijn op het juiste spoor zitten. Zowel rechts als links vinden de studie belangrijk, maar CD&V, Centrum, wat denken jullie? Ja, meneer de moderator, ik ben blij dat u zichzelf corrigeert, want ik heb absoluut niet graag dat u mij tot de linkerzijde rekent, want wie mij kent zal weten waarom ik dat zeg. Maar het gaat over een clash eigenlijk tussen twee visies. En dat vat misschien samen wat we tot nu toe gehoord hebben. Er zijn twee benaderingen van onze omgeving. Ofwel beschouwen we ons Vlaanderen als een cultuurlandschap, ofwel willen we terug naar een natuurlijke omgeving. En ik heb zo de indruk, en het is ook een vaststelling, dat vooral vanuit de richting Natuurpunt en als je de linkerzijde daar wil bijrekenen, dat men eigenlijk naar een herstel, een soort van natuurherstel gaat, of wil gaan, zonder eigenlijk rekening te houden met de omgeving. Ik zeg het een beetje in een cliché, maar goed, dat is de finaliteit waar men naartoe wil. Dus je ziet ook, die predatoren zijn hier geïntegreerd in onze omgeving. Niemand hier aanwezig gelooft dat die wolf spontaan, nu plotseling, na 150 jaar uit Duitsland tot hier gekomen is. Niemand gelooft dat toch? Niemand gelooft dat de vos hier spontaan terechtgekomen is, 30 jaar geleden. Dat is niet zo. Iedereen die een beetje kennis heeft van het terrein, weet dat daar van externe factoren of externe beïnvloeding die dieren hier teruggebracht zijn. Dus het gaat erover, waarom heeft men dat hier geïntegreerd? Men wil gewoon naar een natuurlijke filière waarbij men zegt, die jager is niet meer nodig. We gaan proberen dat natuurlijke evenwicht te herstellen door inderdaad die predatoren hier te integreren. Ik ga heel even inpikken over. Andere alternatief, dus de tweede visie is, wij beschouwen Vlaanderen als een cultuurlandschap waar inderdaad natuur zijn plaats geeft, waar wild zijn plaats geeft, waar die wildbeheers
eigenlijk de enige, wat mij betreft, bevoegden zijn om daar op een goede manier mee om te gaan, om de studies daaromtrent te sturen, om te kijken hoe dat men daar verder mee omgaat, om dat evenwicht ook te bewaren. En voor mij is de belangrijkste predator in Vlaanderen de jager. Mm-hmm. Dus hij moet de rol van de predator nemen. Moeten wij hier streven naar meer jakhalzen? Gisteren of vorige week nog in de media ook de lynx die terug in Wallonië geïntroduceerd wordt. Allee, die is waarschijnlijk ook weer spontaan, na 300 jaar vanuit Italië, plotseling, heeft waarschijnlijk een TGV genomen of zo, ik weet het niet, maar die komt hier dan plotseling, ik geloof dat dus niet. En het zijn veel mensen met mij. Nu, als we het nu toch praten over die, ja, die grotere predatoren, die carnivoren, wolf, lynx, daar is zeker in het jagersmilieu heel veel rond te doen. Er wordt soms wel een keer gezegd, ja, die zijn hier uitgezet, zoals dat je zelf ook aangeeft. Heb je daar dan bewijzen van? Er zijn blijkbaar bewijzen, maar ze mogen niet getoond worden. Nee, de ANLB heeft daar wel duidelijke... Want het is ook wel heel toevallig dat die een wolf die naar hier gekomen is, dat net die is die gechipt is. Mm-hmm. Ja. En als het een echte wilde is, ik weet niet of dat chip de wolf, denk dat je hem toch even moet fixeren om die een chip daarin te krijgen. En dan ziet je dat plotseling een lijn die onderbroken is. Mm-hmm. En dan zit hij in Limburg. Dus de wolf is uitgezet, zegt CD&V. Meneer Sanen? Maar waarom verwacht u dat aan mij? Ik was daar niet bij. Ik was daar niet bij. Nu, meneer Pieters. Het is wel zo dat natuurlijk de maakbaarheid van de wereld, dat zijn dan filosofische bedenkingen, maar het is nu eenmaal zo dat er uitzettingen en situaties ontstaan waar dat de jacht moet corrigeren. Zo simpel is het. Ik bedoel, je kunt niet dat alle predatoren gewoon maar met rust gelaten worden en dan verwachten dat al het rest van de wild, de weidevogels, de regen, noem maar op, dat allemaal gewoon maar door dartelt door het bos. Ik bedoel, die predatoren die gaan verder en verder. En als het rivier leeg is, dan gaan die gewoon naar een ander rivier. Mm-hmm. Dus je moet dat onder controle houden en daar dient de jacht voor. Er zijn uitzettingen waar de jagerij moet optreden. Kan je dan nader verklaren wat je daar juist mee bedoelt? Nee, ik bedoel... De maakbaarheid van de wereld, van de natuur, daar gaan wij niet in mee. Ik bedoel, dat is gebeurd. Er zijn door bescherming, alleen al door bescherming, Europees, noem maar op, zijn er bepaalde diersoorten die gewoon overvloedig aanwezig zijn. Mm-hmm. En dat is ook bij de predatoren. Mm-hmm. Dus daar moet dan ook ingegrepen worden. Dat is zo gecreëerd. Dus moet daar ingegrepen worden dat allemaal in balans blijft? Ingrijpen niet alleen bij predatoren, maar ook ingrijpen bij bepaalde problemen, zoals ja, vooral hier in Limburg, ook Vlaams-Brabant, is er een vrij grote everzwijnenproblematiek. En daar is het ook niet altijd evident om die everzwijnenproblematiek op een heel goede, consequente manier aan te pakken. Ik ben wel benieuwd, meneer Lemmens, hoe staat uw partij tegenover het legaliseren van nachtrichtkijkers en geluiddempers? Ja, we staan er volledig achter. Want als je inderdaad die everzwijnen, dat zijn nachtdieren, en als je die dieren wilt gaan bestrijden, ja, dan moet je ook iets kunnen zien. En als je geen nachtkijkers hebt, en, ja, dan zie je die dieren gewoonweg niet. Mm-hmm. Dus willen we die effectief kunnen bestrijden, dan moeten we kunnen beschikken in de jagerij over nachtkijkers. Zowel op het wapen als voor te observeren. Ja. Wat geluiddempers betreft, daar ben ik natuurlijk ook volledig voor. Want ja, zelf heb ik een jachtgebied dat vrij kort bij de agglomeratie ligt. Ik probeer dat nu op te lossen door mensen bewust te maken dat wij 's avonds gaan zitten en dat er inderdaad in de loop van de nacht een schot kan vallen. Mm-hmm. Maar toch zijn er nog altijd mensen die misschien uit onwil, misschien uit miscontentement, toch nog altijd naar de politie bellen, ondanks dat ik de politie dan toch verwittig en zeg van kijk, we gaan daaraan zitten, kort bij de huizen. Dus daar zou de geluidsdemper denk ik wel echt op zijn plaats zijn. Ja. Jonas, wat denkt Open VLD daarover? Wij zijn daar absoluut voor. Het was ook een wetsvoorstel van onze voormalige minister van Justitie, Vincent van Quickenborne. Mm-hmm. En Paul van Tichelt is daar bij verder gegaan. Het is wel niet doorgekomen, omdat Groen dat tegengehouden heeft. Maar we verwachten van de jager dat hij de everzwijnenpopulatie goed beheert. Dan vind ik ook dat wij hem alle middelen daarvoor moeten ter beschikking stellen. Everzwijnen is een nachtdier bij uitstek, dus dan moet die nachtkijker dat gewoon kunnen. In onze buurlanden wordt dat ook gebruikt. En in onze buurlanden zien we ook dat die everzwijnenpopulatie heel goed beheerd wordt. Die geluidsdemper, het zijn geen James Bond-toestanden. Hè. Die geluidsdemper reduceert het schot gewoon van 160 decibel naar 80 decibel.
Dus ik denk dat dat ook gewoon voor de buurt, voor de recreanten en voor de jager een goede maatregel is. Ja. Nu, Open VLD, ja, die dient een wetsvoorstel in. En Groen die verwerpt die. Neerzaan, mijn excuses, maar ik sta terug bij u. Hoe komt het dat Groen die verworpen heeft? Maar je mocht heel dikwijls bij mij komen, geen probleem. Wij vinden dat 's nachts schieten dat gevaarlijk is. Voilà. Mm-hmm. Dus dat is heel eenvoudig. En risico's, dat is iets dat is Leg meer mij risico. Het verschil is uit tussen overdag schieten en 's nachts schieten. Er wordt. Dus. Ja, wat is het? Ik hoor net van meneer Lemmens de vraag. Wat is het verschil tussen 's nachts en overdag? 's Nachts is het donker en overdag is het licht. Dat is het verschil. Dat is het verschil. Ja? Dus dat houdt veel meer risico in. Hè. Voilà. Ja, in het, als je beschikt over nacht zegt, dan is het 's nachts ook licht. Ja, ik hoor. Er is natuurlijk, ja, als het donker is, als het nacht is, is het donker. Overdag is het klaar. Dat is het verschil tussen de veiligheid. Wat zegt het Vlaams Belang daarover? Uiteraard, veiligheid gaat voor op alle gebied. Maar nachtkijkers moeten kunnen, geluidsdempers moeten ook kunnen. Ik kan me voorstellen, als er een kudde everzwijnen is en er wordt één schot gelost, heel die kudde die is weg. Ik bedoel, je moet toch, als je ene keer wil proberen van daar toch iets of wat uitdagingen te hebben van dat te verminderen, dan moet je er toch op één jacht of één nacht serieus wat kunnen neerleggen dat, om het overwicht van zo'n beesten te vermijden. Want dan kom ik nog weer terug op de natuur. Die 45% waar dat landbouw op zit, als je daar de everzwijnen op moet bejagen, je moet al met de rug naar de natuur staan, want je mag niet richting natuur schieten. Dat mag al niet, want dat wil de natuurbeheer niet. En dan moet je er nog zoveel vanaf blijven. Dus je moet die toestanden kunnen invoeren, maar het is wel een federale materie. Dus zij gaan over de jacht met het geweer. Het geweer is een federale materie, dus daar kunnen we op Vlaams niveau kunnen we daar weinig aan doen. Nu, meneer Sab, je hebt ook een vrij uitgesproken mening over het uitzetten van wild. Wat is uw visie over de nachtrichtkijkers en de geluidsdemper? Wel, als West-Vlaamse jager heb ik iets minder last, want er is geen TGV voor de everzwijnen naar West-Vlaanderen vanuit Limburg en ook niet vanuit Wallonië. Dus dat maakt het iets makkelijker. Maar ik denk dat van het moment dat je uiteraard moet het wel in een veilig kader gebeuren. Dat betekent dat als je zo'n zaken doet, is het toch noodzakelijk, want effectief we kunnen wat rappen, maar uiteindelijk heb je zelfs met licht heb je toch altijd iets minder zicht in een avondtoestand dan in een nachttoestand dan overdag. Dus het is toch wel belangrijk dat je daar de nodige veiligheidsmaatregelen hebt en dat omkaderd is. Maar ik denk dat de wetgeving op zich al basis streng genoeg is, want ik heb recentelijk een kleiduifschieting georganiseerd bij mij en we hebben eigenlijk geen gebuurs, of toch niet onmiddellijk. En dat heeft toch 6 maanden geduurd tegen dat ik die vergunning gekregen heb voor te schieten van vijf uur in de namiddag tot 7 uur in de namiddag. Dus uiteindelijk denk ik dat het wettelijk kader al zeer stevig is. Dus als je dit toelaat binnen hetzelfde stringente kader, denk ik dat dat geen probleem is. Ja. Meneer Dossier? Als het over kleiduifschieting gaat, bij ons wordt er in de gemeente ieder jaar een kleiduifschieting georganiseerd. Het is 10 minuten werk om zo'n vergunning af te leveren. Nee, maar wel 6 van 10 is gekregen. Nee. De gemeente kan dat perfect. Je kunt dat perfect afleveren dan vanuit de gemeente. Maar goed, dat is iets anders. Maar wat betreft die nachtkijkers en dus die dempers, ik denk dat het essentieel is om het inderdaad als gebruiksvoorwerp te kunnen hebben. Maar de regels moeten inderdaad de veiligheid waarborgen en ik denk dat daar mogelijkheden zijn. De jagers zijn ook wel mensen met verantwoordelijkheid. En er zal altijd wel iets een keer verkeerd lopen op een bepaald moment. Maar er is geen reden om het systeem uit te hollen en om te zeggen dat het niet mag. Ja, we horen aan de rechterzijde, ja, het moet toegelaten worden, het moet gelegaliseerd worden. Aan de linkerzijde, te gevaarlijk, zegt Groen. Wat zegt Vooruit? Ik denk dat dat moet kunnen, maar binnen een zeer eng wettelijk kader. En dat bijvoorbeeld mij lijkt, als dat gebeurt, bijvoorbeeld de politie op voorhand waarschuwen, zodat men het weet, is bijvoorbeeld een zaak die zou kunnen. Ja. Maar principieel geen probleem dat ze dat zou kunnen. Oké, dus het bestrijden van everzwijnen kan of moet opgelost worden. Dat brengt mij ook naadloos tot onze volgende vraag. Bestrijding ten opzichte van de reguliere jacht. De reguliere jacht waarbij we als jager op een verantwoorde manier eigenlijk diervriendelijke vleesproducten gaan oogsten op een, laat ons toch wel zeggen, ecologische manier ten opzichte van de jacht enkel en alleen als een middel
dat aangewend wordt om bestrijding te doen. Meneer Lemmens, ja, is uw partij voorstander van het bestendigen van de reguliere jacht als een ecosysteemdienst? Of is uw partij akkoord met het uitfaseren van de jacht, ja, in de richting dat enkel en alleen bestrijding kan toegestaan worden? Nee, daar zijn we helemaal niet mee akkoord. Mm-hmm. Nee, wij vinden... Kijk, jacht, dat is altijd iets wat bij de mens heeft bestaan. Sinds het ontstaan van de mens jaagt de mens. Dus dat zit in onze genen. En we zijn nu geëvolueerd naar de tijd van vandaag. En wij vinden dat jacht, dat thuis hoort bij een goed natuurbeheer. Mm-hmm. Jagen is eigenlijk een heel mooi instrument om tot een goed gedragen natuurbeheer te komen. Dus enkel alleen jagen om een ecosysteem, daar zijn we niet voor. Mm-hmm. Oké. Okay. Wil ik ook wel een keer luisteren, meneer Sabbe? Ik denk dat het uitfaseren is zinloos, want dan had je wat we daarnet gezegd hebben, dat we juist die diversiteit in de natuur willen hebben en dat in evenwicht houden. Als je dus de jacht gaat uitfaseren, dan ga je dus eventueel tijdelijke bespreiding hebben van die soort of van die soort, maar dat komt niet tot een harmonieus geheel. En effectief, we zitten natuurlijk in een kader waarbij dat we een van de dichtstbevolkte regio's zijn van Europa. Dus is er wel permanent nood om daar op een zinvolle manier, en daar zijn de jagers een zeer belangrijke schakeling, op een zinvolle manier dat evenwicht te hebben, daarna te streven naar dat te behouden. Wat nu een beetje verloren is door de vele restricties die er zijn. Maar dat is duidelijk de roeping die elk jaar heeft. En ik denk dat je dat ook bij het examen, die toch ook een hele klus is op vandaag, en dan in een goede jachtgezelschap, is ook dat wat je meekrijgt. En dat is hetgeen waar wij voor staan. Dat moeten we verder zo doen. Maar niet zeggen van, het dient enkel in overgangsfase. Alhoewel dat het duidelijk is dat een aantal politieke partijen ons daar naartoe willen drijven. Mm-hmm. Maar dan is ook heel dat en evenwicht... En op welke partijen heb je dan? Wel, ik denk dat... Ja, dat is... Is het een persoon of partij? Ik begin te twijfelen, maar zowel de Mier is toch heel duidelijk, en in tijd ook de Mesmaker, toen ik nog in het Vlaamse parlement zat, zijn duidelijk tegen de jacht. Voor hen is dat iets dat moet uitgefaseerd zijn. Meneer Franken, u bent tegen de jacht. Dat slaagt nergens op. Dat heeft hem ook niet gezegd, denk ik. Hè. Ik ben hier niet om Ivan Sabbat te verdedigen, maar ik heb mijn naam toch niet gehoord. Maar dat er in de partij een aantal mensen niet echt pro-jacht zijn, dat is ook zo. We zijn een partij met vele kamers, zullen we zeggen. Maar ik denk dat het belangrijk is om toch eens goed te kijken naar wat we hebben ingediend. De HVV, dus de Hubertusvereniging, heeft een aantal vragen gesteld aan alle politieke partijen. En we hebben die consensueus ingediend. Dus kijk daar maar allemaal eens naar. Hè. En dat is het officiële standpunt van de partij en niet van Theo Franken. Okay. Dus dat is wel, daar is wel wat water door het scheld moeten stromen voordat dat standpunt rond was. Maar ik denk dat dat een evenwichtig standpunt is. Ik heb me daar ook heel hard mee bezig gehouden om dat in die zin op een goede lijn te krijgen. Ik zal het zo zeggen. En kan je kort toelichten wat het standpunt van de N-VA is in deze? In verband met het ecosysteem of puur bestrijding? Ik denk persoonlijk, als wij morgen, als de agenda van de volgende Vlaamse regering is dat het puur bestrijding is, dat er over dit en enkele jaren geen jagerij meer is. Mm-hmm. Want als het alleen maar om te bestrijden is, wie gaat dit nog als hobby willen doen? Mm-hmm. Dan zal dat toch heel pover zijn. Het is trouwens, als je trouwens over bestrijding van everzwijnen spreekt, is het al zeer problematisch, hè? Om de groepen te vinden, om effectief te bestrijden. De wetgeving is niet daar, de regels zijn superveel regels. Dus voor mij, ik droom persoonlijk van een goede symbiose tussen landbouw, natuur, maar ook jagerij. Dat is wat ik als burgemeester al 12 jaar betracht. Dat is niet altijd evident, dat is een werk van elke dag. Maar dat is wel mijn droom. En ik denk dat je dat alleen maar kunt zien als je de jagerij niet alleen ziet als een bestrijdingsformule of iets dat je kunt bellen, zo'n soort van 911. En dan komen ze je even helpen. Zo werkt dat niet. Je moet ze ook een aantal dingen... Het is ook jagerij of jachtgroepen zijn ook vriend. Dat is vriendschap. Dat is hobby. Dat zijn mensen die daar ook voor leven. En dus je moet ook jagers inschakelen in natuurbeheer. Dat is heel belangrijk. En ik denk dat er een aantal voorbeelden zijn in Vlaanderen die dat fantastisch doen, waar ik zelf ook getuige van al vele jaren van ben. En ik denk persoonlijk dat heel veel mensen in het parlement eigenlijk onvoldoende weten waar ze juist over spreken als het over de jacht gaat. Maar N-VA is wel pro-reguliere jacht. Voor het eco-gedacht sowieso, maar ik denk ook dat het een oproep is. Ik heb het ook tegen Dieter en tegen de mensen van de organisatie gezegd. Probeer de jacht maximaal uit te dragen en te brengen tot in de commissie.
en bij de parlementaire in het Vlaams parlement. Want 90% weet totaal niet wat dat eigenlijk is. N-VA is wel projacht, meneer Sabbe? Wel, ik hoor de Theo dat nu zeggen. Het is genuanceerd. Ik zie dat nu, of ik hoor dat nu liever. En dat is het nieuwe programma dan. Dus de new N-VA has arrived, blijkbaar. Maar ik zou... Of le nouveau Beaujolais is het arrivé. Maar ik hoop dat dan ook zo zal zijn. En ik heb de neiging, als ik evalueer over de voorbije 20 jaar dat ik aan politiek doe, zie ik toch dat er veel beloofd wordt en dat er dan eigenlijk de omzetting van de beloftes, dat meestal niet gebeurt. Dus... En ik zie toch de manier dat ik, de ervaring die ik gehad heb met de mensen die ik u gezegd heb. En hopelijk haalt Theo de bovenhand. Maar in een partij waar zoveel andere zaken ook op de agenda staan, is het altijd een feit dat men dat dit punt specifiek terecht verloren te gaan. Maar ik denk dat het... ik zou zeggen, we zullen zien als de kiezer beslist heeft hoe de kaarten dan zullen gaan. Maar de N-VA is pro-jacht, meneer Pieters. Twee zaken. Laatst ben ik nog geweest bij een evenement op de universitaire campus in Diepenbeek over de everzwijnen. Ik bedoel, de bestaanssituaties waar dat het echt mogelijk is om samen te werken met natuur, met gemeentepolitiek, met jagers, met landbouwers, om daar, waar het problematisch is, om daar een oplossing aan te bieden. Nu, een tweede punt is, we eten allemaal, of we hebben allemaal wel graag een stukje wild op ons bord af en toe, maar waar komt dat wild vandaan? In dat restaurant. Waar komt dat wild vandaan? Ik denk niet dat er heel veel wild vandaan komt van hier. Want dat komt heel veel uit Oost-Europa. Of waar dat het ook vandaan komt. Dus, en dat komt ook nog in een van de volgende vragen aan bod. Wij moeten toch buiten het ecosysteemdienst die je kunt leveren als jacht, moeten we toch een mogelijkheid hebben dat hetgene, de dieren die we strekken, dat we die daar toch ook kunnen commercialiseren. Dat we ook hier, als we wild eten, dat we weten dat dat hier in de buurt geschoten is en geleefd heeft. Ja. Nu, jagen, bestrijden. Ja, wat de laatste tijd toch ook wel rondgaat, is het adaptief populatiebeheer. Diersoorten, akkervogels, onder andere fauna, die het niet goed doet. De jacht daar tijdelijk opschorten en dieren die zich wel in een gunstige staat van instandhouding bevinden, om daar wel de jacht toe te laten, zoals bijvoorbeeld de houtsnip. Meneer Doshi, hoe staat jouw partij daar tegenover, tegen het adaptief populatiebeheer? Wel, ik denk dat het enige jaar geleden is dat de Hubertus Vereniging Vlaanderen ook een keer de slogan gelanceerd heeft, jacht is natuurbeheer. En ik denk dat dat correct is. Zoals Theo ook gezegd heeft, het is niet meer zoals 100 jaar geleden, de zondag namiddag een keer het geweer pakken en wat konijntjes gaan schieten, bij wijze van spreken. Dat is geen jacht, hè. Dus ongelooflijk hoeveel inzet dat er is van de jagers naar tellingen toe, naar inventarisaties, ook naar beheer van de omgeving. Dus er wordt heel veel gedaan. En dat is eigenlijk, als je spreekt over het adaptief beheer, een verlengstuk daarvan. Ja. Dus dat betekent dat je dan ook kunt oogsten wat je zaait, dat je effectief ook resultaten kunt boeken met inspanningen die gedaan worden, en dat die inspanningen ook gevaloriseerd kunnen worden. Dat motiveert ook de jagers, de wildbeheerseenheden, om daar aan te werken. Dus het is evident dat een soort waarvan men akkoord is dat die in een goede staat van instandhouding is, dat daar bij wijze van spreken wat kan geoogst worden, is denk ik een gezond principe. En evenzeer wanneer er een probleem zou zijn met een bepaalde soort, dat dan een zekere voorzichtigheid aan de dag gelegd wordt, is ook evident. Maar wie zal dit kunnen detecteren? Wel, het zijn net de jagers die ook de bekommernis hebben om inderdaad die soorten daar op een goede manier in stand te houden. Want eenmaal een bepaalde soort volledig weg is, ja, dan is ze weg. Ja. En dat is ook niet de bedoeling. Dus de houtsnip die zich in een gunstige staat van instandhouding bevindt, die mag volgens jou wel opnieuw bejaagd worden? Ik denk dat dat evident is, ja. Meneer Saan, ik ga toch even tot bij jou komen. Deel jij die mening? Ja, adaptief beheer is natuurlijk een heel ruim begrip. Hè. Dus dat is een principe, dan denk ik dat wel moet kunnen. Ik ga geen uitspraken doen over de specifieke soorten vandaag, omdat ik daar ook niet de gegevens over heb. Hè. Natuurlijk vereist, als je aan adaptief beheer doet, dat je goed op de hoogte bent van de cijfers, van de aantallen en dergelijke meer. Dus in eerste instantie is het daar belangrijk dat je over de juiste gegevens beschikt. Dus dat is de essentie. Daar moet dan ook consensus over zijn, dat lijkt me logisch. Maar ik voel mij onvoldoende specialist om te zeggen die of die soort kan daarom bejaagd worden. Of maar niet, voilà. Adaptief beheer... Dus, maar het principe op zich is logisch en komt denk ik uit de schoolboeken. Ja, dus het komt uit de schoolboek. Dus de houtsnip die zich op dit moment in een gunstige staat van instandhouding... Ik zeg u, ik ga over concrete dieren geen uitspraak doen. Oké.
Van den Hoven? Ik denk dat deze vraag perfect aansluit bij de vorige. Ik denk dat, als je zegt dat het voor ons een ecosysteem moet zijn, voor mij is dat ook zo en voor vooruit ook, dat dan dat adaptief beheer daarin past, zonder uitspraak te doen over de een of de andere soort. En ik moet zeggen, zoals collega Franke zei, ik ben 18 jaar burgemeester geweest van deze mooie stad hier waar we nu zitten. Ik moet zeggen, ik ben denk ik met de verschillende wildbeheersers minimum één keer mee op stap geweest. En ik denk dat niet alleen de jagers, de landbouwers zijn, maar ook de natuurliefhebbers. Ik denk dat je de open ruimte moet laten beheren door alle betrokken partijen. Dat is de enige oplossing. Maar natuurlijk, dat is rapper gezegd dan gedaan. Vandaar dat ik ook zeg dat die wildbeheersers voor mij een heel belangrijke verantwoordelijkheid hebben. En misschien is het zo dat bij dit soort aanpassingen die hier nogal die gesuggereerd worden en waar dan sommige partijen, ik hoop dat allemaal klopt, nogal snel tot oplossingen komen, dat het heel belangrijk is dat bij zulke aanpassingen natuurlijk ook die wildbeheerseenheden een rol kunnen spelen. En dat kan zelfs variëren, sorry dat ik het zeg, van regio tot regio. Niet dat Vlaanderen zo groot is, maar toch. Dus volgens Vooruit kunnen we effectief wel een adaptief beheer doen. Welke soorten gedijen minder goed dan moeten mogelijk minder of niet bejaagd worden? Welke doen het wel goed en mogen wel bejaagd worden? Jonas, hoe staat Open VLD daar tegenover? Ik denk dat we de jager hier ook absoluut moeten inschakelen als natuurbeheerder, natuurbeschermer. Als we hier 10 kilometer verder rijden, dan komen Wallonië uit. Daar mag de houtsnip bejaagd worden, dus waarom zou dat in Vlaanderen niet zijn? Die populatie is gunstig, dus ik denk dat we daar toch wel eens moeten nadenken over een beperkte openingstijd. En die ook niet meer afschaffen of binnen 3-4 jaar sluiten. Ik denk dat we daar een constante in moeten houden. En de jager ook moeten inschakelen om die te inventariseren. Dat we op de hoogte zijn van wat de populatie in bepaalde jachtrivieren zijn. En daar denk ik dat de jager de ideale partij voor is. Oké. Nu Pieters? Ja, ik wou daaraan toevoegen dat als men een verbod inlast, en dat is decretaal aan vastgelegd, ja, dan is dat niet voor de eeuwigheid natuurlijk. Hè. En daarmee een voorstel om dat tijdelijke verboden op te leggen of tijdelijke bejagingen mogelijk te maken voor gelijk welke soort. En dat moet je inderdaad lokaal vastleggen. Maar ik wil je een voorbeeld geven. Ik kom van Mazeik en ik heb toch al serieus, ik denk 12, 14 jaar geleden, ben ik op vraag van de WBE naar de WBE geweest. Er was een conflict binnen de WBE. Ik heb dat politiek aanhangig gemaakt en wat doet het gemeentebestuur? Ah, nee, maar ja, wat doet jij op een WBE? Dus daar hadden ze het probleem mee dat ik bij die WBE was geweest. Maar Ludwig geeft daaraan, ik ging daar elk jaar of regelmatig naartoe. In Mazeik gebeurde dat dus niet. Die wisten absoluut niet wat er gebeurde in die WBE. Wat gebeurt er 10 jaar later? Ene jager schiet de andere jager dood. Ik bedoel, hebt u allemaal meegekregen? Het ongeval, het was geen ongeval, het was effectief een daad. Maar dat heb je natuurlijk als je als politiek u niks aantrekt van het gebeuren in uw gemeente. En zo moet je even goed contact houden, kort contact houden met een WBE, waar dat je meedenkt en mee redeneert en mee oplossingen voorstelt voor alle mogelijke actoren. Op het platteland. Ja, oké. Okay. Nu, jagen bestrijden, dan hebben we het ook over het consumeren van wild. Als we het hebben over vermarkting van wildbraad, is het op dit moment in Vlaanderen niet toegelaten om wild te gaan verwerken en op die manier eigenlijk aan de consument te gaan verkopen. Meneer Doshi, hoe staat uw partij daar tegenover? Het is natuurlijk absurd dat dat niet kan. Het kan geïmporteerd worden uit Frankrijk of Oost-Europa en dergelijke. We kunnen toch niet veronderstellen dat de controles daar beter zullen zijn. Er moet inderdaad misschien wel een dierengeneeskundige controle op de organen ondergaan. Maar finaal is het toch wel evident dat wat hier ook geoogst wordt, ook kan geconsumeerd worden. En niet alleen kan weggeschonken worden aan dossiers bij wijze van spreken, maar dat het ook effectief kan gevaloriseerd worden. Meneer Van Hoven, mag ik als jager van vooruit mijn gestrekt wild verwerken en op de markt brengen? Of? Ja, ik denk dat er natuurlijk een aspect van voedselveiligheid is. Daar moeten we zeker en vast zorgen dat dat in orde is. Maar ik herinner me, ik ben ook 6 jaar gedeputeerd geweest in Limburg van Natuur. En ik had daar jacht een beetje aan vastgekoppeld, zoals Steve dat zoveel jaren voor mij gedaan had. En ik herinner me dat een van de laatste, we deden elk jaar zo'n een jaarvergadering in het provinciehuis, dat een van de laatste jaarvergaderingen daar inderdaad ook aandacht aan besteed. Dus hoe kunnen we eigenlijk
nu zijn everzwijnen worden negatief bekeken door de bevolking, kunnen we niet door te zorgen dat dat inderdaad iets culinair wordt, hè, sommige mensen eten dat graag, dat we ook die everzwijnen en de problematiek daar rond iets positiever zien. Dus ik ben daar vragende partij voor. Maar natuurlijk de voedselveiligheid, zeker 20 jaar zeker, of 30 jaar na de dioxinecrisis, denk ik dat dat wel belangrijk is. Dus als de voedselveiligheid niet in gevaar komt, dan mogen wij van vooruit geen probleem. Ik denk inderdaad dat dat ook een heel goede zaak zou zijn, zeker in Limburg, om dat toe te voegen aan... Aan Welkom in Limburg, het culinaire, wat ook meer en meer verbonden wordt met toerisme. En ik herinner mij dat we daar, misschien waren daar sommige mensen op die jaarvergadering, dat toen een van de punten was waar we toen rond gewerkt hebben. Meneer Salen, mag een jager aan zijn tante een haas verwerken en verkopen? Ik zie niet in waarom niet, zoals Ludwig zegt. Natuurlijk moet de voedselveiligheid gegarandeerd worden, dat lijkt me logisch. En dan kan het zelfs een soort van streekproduct zijn. Dit jaar was er ook, als ik me niet vergis, de erkenning van de Limburgse vlaai. Dus voilà, dan hebben we nog een product erbij. Meneer Sabbe, ik denk niet dat ik van jou een ander antwoord mag verwachten. Wel, ik zou liever een globaal antwoord geven. Ik vind het fantastisch als iedereen is er met alles akkoord. Mm-hmm. Ze hebben de voorbije decennia in de Vlaamse regering juist het tegenovergestelde. En plots zijn ze allemaal, dat is één aspect, spreken over de andere aspecten van de jacht. En plots zijn ze het allemaal eens. We mogen bejagen en zelfs s'nachts en met geweren en alles wat geweld. Ik niet, dat heb ik niet gezegd. Ja, maar iedereen heeft het gezegd. U was degene die altijd zei dat het eigenlijk niet wist. Dat was eigenlijk de rode draad in uw verhaal, dat het niet wist. Maar de andere partijen die nu al deze beloften maken, hebben dus de voorbije decennia en de voorbije Vlaamse regering niet anders dan tegenovergestelde. Dus ik pleit hier toch voor een beetje eerlijkheid en gezond verstand. En wij als Partij voor U zullen dus zeker noodzakelijk zijn om te zorgen dat al deze partijen die nu Sinterklaas en Kerstmis op dezelfde dag laten vallen, namelijk op 9 juni, dat we dus zeker zijn dat deze partijen zich houden aan hun woord en dat we toch minstens alles beginnen met te zeggen oké, NWB, als er iemand buiten het boekje kleurt, zal het niet de volledige WB zijn, maar enkel die persoon. Twee, dat we gaan naar het toelaten onder strikte regelgevingen en tijdskalender van het uitzetten van wild. En als we dat al bekomen, dan zijn we al een heel stap verder. En dan zou ik mij willen distancieren van alle loze beloften die gedaan worden. Maar ik pleit ervoor met onze Partij voor U om minstens die zaken in orde te brengen als we de kans krijgen om mee aan de bak te zitten om dit te regelen voor de jaars. Ja, goed. Jonas, we horen hier voor u, die toch wel heel fel van leer trekt. Hoe sta jij ten opzichte van het vermachten van wildberaad? Er zijn jagers genoeg die... een gekwalificeerd persoon zijn via het FAVV. Ik zou niet weten waarom die mensen dan het wild niet zouden verhandelen. Ik denk dat zij ook hier weer de ideale partij zijn. Ze hebben kennis van hoe ze het wild moeten versnijden, plukken of vullen. Dus ik denk dat dat toch wel een logische stap is. Bijvoorbeeld de everzwijnenjacht. We verwachten wel van de jagers dat ze die populatie onder controle houden. Maar goed, ze moeten daar ook wel een afzetmarkt voor hebben. Hè? Ja. Hier horen we eigenlijk positieve signalen over de vermachting van wildberaad, Marcel. Ja, het is inderdaad, ik hoor dat ook. Maar ik stel vast dat het wel zeer moeilijk is. Mm-hmm. Ik ken een paar mensen die professioneel slager zijn en die in bijberoep zouden graag wildslager worden. Maar het wordt die mensen zo moeilijk gemaakt door de regels van het FAVV, dat die dat gewoon het wordt zeer duur. Mm-hmm. En twee, die regelgeving is zo complex dat die mensen daar gewoon op afhaken. En dan stel ik mij de vraag, wij zien ook heel graag dat dat wild goed kan verhandeld worden. Mm-hmm. Maar de realiteit is er niet om het te doen. Mm-hmm. Dus vinden wij dat die regelgeving daar rond een beetje soepel, een beetje duidelijker maar we vinden hier en eenvoudiger moet worden. We vinden hier al een consensus. En via Vlaams Belang, delen jullie die meningen? Ja, ik heb net al aangegeven, wat op ons bord land belandt, dat hebben we ook graag dat dat ook van hier komt. Maar gelijk dat hier aangegeven wordt, gewoon een slachter mag het niet, tenzij dat hij een aparte ruimte heeft die gekeurd is door FAVV, dus wie begint daaraan? En dan vraag ik mij af, waar wordt dat wild dan allemaal naartoe gedragen? Of, ja, heel veel jagers eten het ook zelf op. Ja. En ze hebben nog groot gelijk ook nog. Maar daar zit dan geen keuring op. En ik weet niet of er heel veel zieken zijn onder de jagers. Ik denk het niet. Dus daar is de regelgeving. Trouwens, sowieso, regelgeving moet verminderen. Minder regels, maar wel controleren. En zwaarder controleren waar dat er eventueel misbruiken zijn op die mindere regels. Meneer Franke, kan het voor u als de voedselveiligheid niet in het gevaar komt? Ja, maar er is ongelooflijk veel hypocrisie. Hè? Mm-hmm. Waar, zoals Leo zegt, waar is dat vlees naartoe? Dus, ik vind dat compleet crazy. Wat klopt, een goede vriend van mij is dokter bij de FAVV.
En die is daar geen voorstander van. Die is daar heel hard tegen. Die zegt dat het risico is veel te groot. Wij houden die regels aan. Ik zeg, maar die regels zijn bijna... Die lat ligt zo hoog dat je eigenlijk daar bijna niet boven geraakt. Ja, ja, maar dat is ons principe. Wij willen niet dat er een tweede dioxinecrisis of weet ik veel wat, dat het misloopt. En er zijn blijkbaar Europese voorbeelden waarbij het al, ook met jachtwild wel al mis is gelopen. En dat willen ze niet. Ik zeg, ja, dat is dan toch wel heel spijtig. Gelet op de everzwijnpopulatie, om maar iets te zeggen bijvoorbeeld. En als je dan gaat eten... En je eet dan everzwijn. Ja, het is toch absurd dat dat dan geen everzwijn mag zijn dat dan geschoten is in je eigen provincie. Allee, wat slaagt dat eigenlijk op? Dus FAVV is daar wel, dat moet ik eerlijk zeggen, die staan redelijk strak op hun lijn. Dat is mij heel duidelijk gemaakt. Hij is de nummer 2. De nummer 1 woont trouwens bij ons in Torp in Linden. Dus daar heb ik het met hem nog niet over gehad. Ik zal dat ook wel eens doen. Maar er is zeker veel weerstand. Wat ik me dan wel afvraag, want FAVV is federale bevoegdheid, hoe dat dan juist in Wallonië zit. Want ook daar wordt er enorm veel, veel meer geschoten zelfs en geconsumeerd. Dus dat is mij niet helemaal duidelijk. Maar als de vraag is, moet dat mogelijk, er meer mogelijk zijn dan nu, dan is het antwoord voor de N-VA ja. Maar weet wel dat dus er heel veel weerstand is. Dat is ook zo. Ja. Nu, het is zo dat als je het controleert, als je het allemaal officieel maakt en je hebt controle bijvoorbeeld op een everzwijnen, dan heb je ook een zicht op wat er gebeurt bijvoorbeeld eventueel met de varkenspest. Mm-hmm. Als het wordt vastgesteld, ja, dan heb je het tenminste in de gaten. Als het nu gewoon gebeurt, wat ik net aangaven, ja, dan heb je er even, helemaal geen zicht op. En principieel, ja, we zijn allemaal principieel, totdat we natuurlijk allemaal samen aan tafel zitten. En dan moeten we kijken of we gezamenlijk dan principieel kunnen zijn. Ja. En daar ligt soms de moeilijkheid. Hoe meer mensen aan tafel, ook bij een regering, hoe moeilijker, zeer moeilijk het wordt om tot één punt te komen, één beslissing te komen. Well, we horen toch alleszins vrij veel positieve signalen. Eieraapregeling, dat gaan we mogen. Adaptief beheer, we mogen jagen, het zal niet enkel en alleen bestrijding zijn. We mogen ons wild vermachten. Maar is het de goed nieuwsshow? Ja, 9 juni zal blijken natuurlijk. Wat men belooft of men dat ook zal waarmaken. Dan wil ik jullie in eerste instantie namens Hubertus Vereniging Vlaanderen hartelijk danken voor jullie aanwezigheid, jullie deelname aan het debat. Ik heb dadelijk nog een kleine attentie voor jullie, die ik zal overhandigen. Maar alleszins bedankt.